het verschil tussen wel een klankkast en geen klankkast. Daarvoor heb ik twee gitaren meegenomen. Een elektrische gitaar en een akoestische gitaar. Nou, we beginnen even met de elektrische gitaar. Luister maar even mee. Er is wel wat te horen, maar het is niet goed te horen. Nou pakken we de akoestische gitaar. En dan doen we hetzelfde. Veel duidelijker te horen. Dat komt namelijk omdat die klankkast die versterkt alle geluid wat ik uit de snaren probeer te halen. Hoe kan ik dat nou hetzelfde nu met die elektrische gitaar doen? Nou, de naam zegt het al, het is een elektrische gitaar. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Een versterker. Die staat naast me. We prikken hem in. En op dat moment moeten we de versterker ook aanzetten. En op dat moment krijgen we dus nu het versterkte geluid. Nou, op deze manier zie je dat het geluid veel duidelijker versterkt wordt. Deze heeft geen klankkast, dat kun je ook zien. Het is gewoon een plank met wat kabels. Maar hij heeft dus de pickups waarmee dus het geluid wordt opgenomen. Eigenlijk door die draad heen naar de versterker. En die maakt dan het versterkte geluid. Dankjewel voor het kijken.